stages Creedence zijn hier, oftewel Dion. En ik ben hier vandaag sowieso niet alleen, want hier is namelijk... Dutch Viper. Ja, Dutch Viper, een speciale gast deze keer. Ja, stel jezelf even voor, zou ik zeggen. Nou ja, ik ben dus Dutch Viper. Ik maak ook Nederlandse commentaries. Nou ja, dat is... ik post ongeveer één video per 3 dagen ongeveer. Dat is. Ja, oké. Okay. Nou, weten jullie ook weer wie hij is. de gameplay is niet van hem. De gameplay is van mij. Het is eigenlijk voor het merendeels pas gameplay. Dus eigenlijk eerder ook al rondrennen met de Galil, maar dat was maar voor, als het goed is, één leven. Maar het is pas gameplay dit keer op Nuketown. Ik vond het best chillig. Gameplay op zich gaat best goed mee. En ja, de First Strike map packs zijn recent uitgekomen. Heb jij ze al, Dutch Viper? Ja, ik heb ze wel al gekocht, ja. Ik vind het op zich al vet. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind ze op zich ook wel allemaal vet. Alleen, natuurlijk vind ik een bepaalde maps wel wat minder leuk. Berlin Wall vind ik iets minder. En ik denk dat Stadium mijn liefste map is. Ja, die vind ik ook wel het leukst. Stadium. Ah, oké. Okay. Oh, trouwens mag je Chris noemen, want dat is misschien iets handiger. Anders ga ik altijd Dutch Viper, Dutch Viper, Dutch Viper zeggen. En in deze match haal ik volgens mij ook nog een aantal collaterals. Dat was er net één. En volgens mij nog twee, als ik het goed heb. En hier ben ik heel lucky. Zo. En ja, in ieder geval, in de First Strike map zit natuurlijk ook Ascension. Heb je al gespeeld? Ja, die heb ik wel best wel vaak gespeeld. Ook, ik weet niet of de mensen gisteren de livestream van Kielje 8D hebben gespeeld. Daarbij heb ik ook met hem gespeeld. En nou ja, dat vind ik toch wel het vetst van die map. Ja, oké. Okay. Ik vind hem eigenlijk ook wel heel goed gemaakt. En ook wel best groot. Ja, echt heel erg groot. Ja. Ik wist in het begin geen idee. Ik wist echt niet waar ik heen moest. Inderdaad. En dan natuurlijk de kleuren die nog niet op het begin terug zijn gekomen, is natuurlijk ook heel apart. Ja. Was je hoogste ronde tot nu toe? Ik heb net ronde 17 gehaald. Dat is mijn record. Oké, okay, met? Wat? Wat zeg je? Met hoeveel mensen? Met twee mensen? Andere mensen. Oké. Okay. En jij? Mijn hoogste is volgens mij 20 met z'n tweeën, was met Stunny Boy, die onlangs zijn HDPVR al binnen heeft. Oké, die ken ik niet. Maar op zich hadden we nog wel verder komen, alleen er ging iets mis door een beetje ongeluk ook al. Maar ja, meestal gaat het gaat dood door ongeluk, dus dat is eigenlijk geen excuus. Maar ja, het was wel vervelend. We gaan sowieso een keer met z'n vieren, denk ik, weet niet wat het beste is. Op Kino kwamen we altijd het verste met 3 man. En ik weet niet of Ascension je best met 2, 3 of 4 kan doen. Of misschien wel solo. Volgens mij met z'n vieren. Oké. We gaan sowieso een keer met z'n vieren proberen dan. En kijken hoe ver we komen. En misschien wel opnemen en een commentaar eronder inspreken. Oké. Okay. Even zo te zeggen. Maar, mijn killstreaks, of trouwens, ik zal even mijn klas vertellen. Ik gebruik dus was. Zonder attachment, want de enige attachment is de silencer. En ja, die vind ik zelf niet zo heel chill. Soms wel bij search bijvoorbeeld, maar meestal gebruik ik gewoon zonder attachment. Dan heb ik als secondary volgens mij de M1911. Ook zonder attachment, omdat ik te lui ben om die te kopen. even kijken als perks. Lightweight, sleight of hand, steady aim. Ik heb het reeds veranderd naar sleight of hand. Oh, beter. En ja, met aanraden van jou. Ja, precies. En als laatste perk heb ik Marathon. En dan heb ik als goed is de Frag en de Concussion Grenades. En als killstreaks, volgens mij is het Blackbird, Chopper Gunner en Attack Dogs. En met die Chopper Gunner ging ik net best wel lekker. En dat is dus ongeveer mijn klas, als ik niet vergeten ben, behalve de motion sensor. Oké. En domination op Nuketown. Heel chaotisch naar mijn mening. Ik weet niet, kan je eigenlijk ground war hebben op Nuketown?
Nou, in het begin heb ik dat wel 2 keer gehad of zo, maar daarna niet meer. Volgens mij hebben ze dat eruit gehaald. Net zoals Ground War op Rust met Modern Warfare 2. Oh ja, oké. Want als zou je Ground War Domination hebben op deze map dan en een chopper kunnen hebben zoals ik nu heb, ja. Dat zou wel helemaal uit de hand lopen. Want het gaat nu al super ziek. Met die chopper gun kan een aantal triples, multi-kills. En dan moet je nagaan hoeveel kills ik dan wel niet haal. Maar ik zit de hele tijd te praten. Chris, heb jij nog iets te vertellen? Ik heb trouwens nog... er komt... Oh, eerst. Misschien denken jullie van, wat de fuck is het voor mooie kwaliteit. Ik heb het wel opgenomen. Maar het is jouw gameplay, dus dat. En er komt... Yeah. Over 1 of 2 maanden komt ook weer een nieuwe map-pack uit. Ja? En als het goed is, daarna nog 2. Er komen in totaal 4 map-packs en dus hebben we wel eentje gehad. Oh, oké. Dus volgens mij net zoals op Call of Duty 5 dat je er ook 4 hebt. Maar ik hoop niet dat ze dan allemaal 1200 worden, want dat vind ik een beetje afzetterij. Ja, dat wel, maar ik denk dat ze dat toch wel doen. Ja, oké. We kennen het onderhand maar wel. Ja, precies. Maar ja. Van die gieren. Ik denk dat het wel vette maps worden. Hier weer een double kill. Ik heb mijn 100. Zet even snel in, omdat volgens mij de gameplay nu afgelopen is. Ja, het is nu afgelopen. Chris, ja, Chris, bedankt voor de commentary. Ja, en, bedankt. Yo. Later, ik neem afscheid. Houdoe.